2 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Dit is de Tipparade. Luisteraars, goedemiddag. Voor het eerst Veronica op Hilversum 3 tussen 2 en 6. Straks om 3:30 de Nederlandse top 40 in zijn geheel. Gepresenteerd door Lex Harding. Daarvoor om 3:45 Veronica's Popjournaal. Maar nu eerst de 30 tips die kans maken binnen te komen in de top 40. Save me, take me away to the moonlight. Waarmee we straks de tipparade ook beëindigen. De alarmschijf Save Me, de allernieuwste van de formatie Cloud. Dit is de tipparade. Dan zou je misschien willen weten wat de tipparade precies is. Nou, dat is een tiplijst samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 in samenwerking met de Nederlandse platenhandel en industrie. En die geven aan die nieuwe platen die kans maken binnen enkele weken binnen te komen in de Nederlandse Top 40. En het zijn er 30 om precies te zijn. Hier is nummer 30, Instant Funk. Later zijn er nieuw binnengekomen in de Nederlandse tipparade van de komende weken. Dit was de laagste. De eerste op nummer 30. Formatie Instant Funk en een opname die heette I Got My Mind Made Up. Nummer 29. De Hollies, waar we een hele tijd niets van gehoord hebben. En hier is een nieuwste single die zeker wel in de top 40 terecht zal komen, denken we. Something to Live For, dat is de titel van de plaat. Veronica's Popjournaal. Vrijdag 6 april, Hilversum 3. Het is voor 99% zeker dat producer Jaap Eggemond de nieuwe LP van de Kolonering zal mixen en verder afproduceren. Jaap Eggemond kon er ons vandaag nog niets over vertellen, omdat hij liever een slag om zijn arm wilde houden. Dit omdat nog niet alle leden van de groep akkoord zijn gegaan. Het hangt nog af van Rinus Gerritsen, die op dit moment in Israël zit. Als het doorgaat, is de samenwerking toch een hoogst opmerkelijke zaak, aangezien Jaap Eggemond, na 5 jaar lang drummer van de groep te zijn geweest, in 1969 opstapte na oneenigheid tussen hem en de rest van de Goldenering. Popliefhebbers in de omgeving van Leeuwarden. Tot zover Veronica's Popjournaal. Meer popnieuws aanstaande woensdagavond in Veronica's popprogramma Countdown om 8:30 via Nederland 2. Wild romance. Oh, that's what you're gonna get, honey. Well, listen, you know. Veronica. Luisteraars ook namens mij een hele goede middag. Dit is Veronica met de top 40. Uiteraard met een hartelijke dank aan Bart van Leeuwen voor de Nederlandse tipparade en Annette van Tricht die dat het Veronica Popjournaal presenteerde. Annette, onderweg naar Brussel. Of niet? De Nederlandse top 40 is een overzicht van de 40 best verkochte platen in Nederland. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. In dit programma straks om 5:30 en om 6:30 aandacht voor de top 40 radiorebus. En na het nieuws van 5:00 wordt u voor de derde maal vanmiddag de nieuwe alarmschijf. We houden ons vandaag bezig met top 40 nummer 14 van de 15e jaargang, waarin we 7 nieuwe platen verwelkomen. En in de top 40 kunnen we dan voor het eerst op Hilversum 3 alle 40 platen draaien.